Frederik Horstenbach. Die is geboren en getogen in Maastricht, maar vertrok in 2019 naar Los Angeles om haar dromen waar te maken, door te breken als zangeres. En dat lijkt te lukken, want onder haar artiestennaam Odelia bracht ze binnen een jaar de single End of the World uit, die de hitlijsten in de VS bestormde. En sinds oktober is haar nieuwste plaat uit, Break It Down. En daarvoor werkte ze met niemand minder samen dan de Amerikaanse rapper Snoop Dogg. En ja, mocht u thuis nou denken, wie is Snoop Dogg? Deze man. When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Ja, aan tafel Frederik Horstenbach, oftewel Odelia. Yes. Welkom. Dankjewel. Nu moet je me toch iets uitleggen. Heel veel mensen die ploeteren jaren in alleen om daar door te breken, krijgen niks voor elkaar. Jij pakt in 2019 het vliegtuig en een jaar later heb je twee singles. Hoe doe je dat? Nou, dit was definitief niet makkelijk. Zeker niet makkelijk. Ik heb 10 jaar voordat ik daarheen ging, heb ik echt super hard gewerkt aan mijn muziek. En zeker 1,5 jaar voordat ik naar LA ging, had ik een album aan mijn album gewerkt en een videoclip. Zodat ik daarheen zou komen, zeg maar, niet met lege handen aan zou komen. En ik ben mijn manager daar tegen het lijf gelopen. Maar nogmaals, het was niet makkelijk. Ik heb daar elke dag voor platenlabels en deuren gestaan om maar de mensen tegen te komen die ik moest tegenkomen. Ja, want neem ons even mee in het begin. Je hebt dus in Nederland heel veel voorwerk gedaan, zei je net al. Ben je op een gegeven moment met wat spaargeld het vliegtuig opgestapt naar LA. Klopt. En toen stond je elke dag aan de poorten van de muziekstudio's te rammelen. Ja, ik had een platenlabel op mijn hoofd, Interscope Records, waar ik echt wel fan van ben sinds ik klein ben. En ik wou gewoon heel graag getekend worden daar. Dus daar stond ik elke dag voor de deur. En die zei, kom maar binnen. Nee, helemaal niet. Nee. Het is een heel groot gebouw met allemaal security. Dus ik moest echt allemaal tactieken gaan bedenken om naar binnen te komen. En om ze allemaal opwachten bij Starbucks om de hoek, weet je wel, dat soort dingen. Een soort gestalkt heb je ze dus. Ik heb ze echt gestalkt, ja. En het was ook echt not appreciated. Dus ik heb daar echt alleen maar nee's gekregen. En mensen die de taxi instappen, niet eens hoi tegen jou zeggen, jou niet eens aan willen horen. Dus dat heb ik heel veel gehad in de eerste 2-3 weken. En toen uiteindelijk ben je je manager dan tegengekomen. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja, nee, dus toen dacht ik van, ik moet een andere tactiek gaan bedenken. Want dit werkt niet, weet je, voor de platenlabel hun deur staan. Dus toen ben ik dus s'avonds naar Beverly Hills Hotel, Four Seasons Hotel. Van die grote hotellen waarvan ik wist, nou, daar komen de sterren en de music executives. En daar ben ik aan de bar gaan zitten. En een vriend van mij die dag bij mij was, kende via mijn manager. Had geen idee hoe groot mijn manager eigenlijk was. Ze kenden elkaar gewoon via. Hij was toen nog niet je manager, maar hij kende die man. Juist, en die zat aan de bar. Precies. Nee, ja, wij zaten aan de bar en hij liep gewoon langs. En die vriend van mij zei, oh, hey, oh, she does music. You guys should, you know, hook up. En toen kreeg ik zijn nummer. De volgende dag had ik hem een appje gestuurd of ik, can I pick your brain about the music industry? En dat vond hij een classy move. Had hij me uitgenodigd. En een week later had hij me getekend. Kijk, zo is het allemaal begonnen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een samenwerking met Snoop Dogg. Ja. En daar laten we een stukje van die clip nu zien. Top. Adore you. There's nothing I'd rather do than to be with you. Break it down, roll it up and help you set the mood. Late night candlelight table set for two. Een hele professionele clip eigenlijk, met Snoop Dogg daar ook in. Wat mij opvalt is dat er heel veel bloot in die clip zit. Is dat eigenlijk de manier om het te maken tegenwoordig daar in LA? Niet per se. Ik vind dat zelf gewoon iets. Ja, het past een beetje bij mijn kledingstijl. Niet dat ik heel erg bloot ben, maar gewoon vooral het stukje met Snoep is wat bloter. Maar dat was ook omdat het concept was dat we dan aan het flowen zijn samen en dat we aan het facetimen waren. Dus vandaar dat het ook. De setting was bloot, maar ja. En het hoort ook een beetje bij het soort nummer wat je hebt gemaakt. Ja, het past gewoon bij het nummer, vind ik wel, ja. Maar het is niet zo dat je moet per se je naakt doen of vergaande dingen doen om het te maken in LA of om op te vallen. Nee, dat denk ik niet. Ik denk het niet. Het zal misschien helpen. Misschien indirect dat het helpt, maar ik denk het niet, nee. Maar neem ons eens mee, want jij woont eigenlijk grotendeels in LA.
Hoe is het leven daar? Ben je eigenlijk elke dag alleen maar bezig met je muziek? Of heb je pretty ook een sociaal much. Leven yeah, daar? Ja, pretty much. Ik heb natuurlijk ook mijn sociale leven daar, mijn vrienden nu daar en zo. Maar het is vooral hard werken. Ja, studio sessies. Ik ben bezig met mijn album. Dus dat heb ik nu. Dit jaar hebben we vooral in de studio gezeten. Ja. Samenwerkingen met artiesten hier en daar. Ja, ik ben vooral bezig met mijn muziek 24/7 daar. Ja. En nu met corona is het natuurlijk lastig, want anders had ik ook shows en al die dingen. Ja. Maar dat gaat nu allemaal een beetje naar online en andere manieren. Is het nou moeilijk om daar vrienden te maken in een stad waar eigenlijk iedereen alleen maar met zichzelf bezig is? Ja, ja, ja. Zeg maar, mijn vrienden daar zijn ook meer mensen met wie ik samenwerk, laat ik het zo zeggen. Dus die ja. of in mijn team zijn of die dingen voor mij doen. Ik hou ervan om gewoon productief te zijn met mensen, te kunnen zijn met mensen. Maar echt vrienden daar wordt heel lastig om te vinden. Ja. Jouw ouders hadden volgens mij een heel ander toekomst voor jou. Ja, heel anders. Ja, ja. Nee, ik kom uit een familie waar iedereen een eigen horecabedrijf heeft, of is dokter, of gewoon heel welvarend en een beetje van het weggetje wat iedereen weet, het weggetje bewandelen wat klopt of wat iedereen weet hoe dat werkt. En bij mij, ik had een visie, ik wil muziek maken. En ja, niemand in mijn familie die zag dat echt. En wat ik ook begrijp overigens, ik ben begonnen als rapper. En ja, op het begin dacht ik ook van dat iedereen dacht van oh. En hun haren vast hielden van oh. Maar nu, ja, ik denk dat ze toch wel blij zijn. Ja, met het resultaat. Met het resultaat, ja, kan het dus toch wel. We hebben wel heel veel mensen dromen, hè, maar er zijn maar weinig mensen die het ook echt daadwerkelijk gaan waarmaken. Die als jij zeggen, ik laat huis en haard achter en ik vlieg naar L.A. Ja. Hoe komt het dat jij zo standvastig bent? Nou ja, vooral, ik ben altijd heel erg onderschat, maar ook omdat niemand om mij heen die visie zag. Ben ik altijd heel erg gewoon gegaan voor wat ik wou. En ik denk dat het is heel makkelijk, vooral in Maastricht en in steden zoals dit, dat hè, angsten van je familie en ouders van oh, zou je dat wel doen? Amerika groot, oh, ver weg, weet je wel. Dus het is heel makkelijk voor dan om ouders of familie hun angsten te projecteren op jou, waardoor jij ook weer angstig wordt. En dat is iets wat je echt uit moet kunnen zetten. En gewoon zeggen, ik wil dit, ik ga dit doen. Of je het leuk vindt of niet, ik ga gewoon. En dat is wel wat nodig is, die vastberadenheid, zeg maar. Ja, dat is ook wat je jonge mensen met een droom wil meegeven. Zeker, ja, ja. Heel erg. Van, hey, jouw ouders hebben het nooit gedaan. Nee. Daarom zien ze het ook niet. Weet je, jouw opa en oma, jouw tantes, hun zien het niet omdat ze het nooit hebben gedaan. Maar goed, ja, ik heb het wel gedaan. Dus ja, ik ben er nu mee bezig, dus het kan, weet je wel. Dus dat is wel zeker iets wat ik wil meegeven. Everything is possible, as long as you work hard for it. And you have the dedication. Ja. Alleen hopen dat corona dan geen goed in het eten wordt. Ja. Je had wel een tour, volgens mij. Komt er nog in gevaar door corona? Of, ja. Nou ja, het wordt gewoon een andere tour. Hè? Ik vertrek volgende week naar Aruba en Curaçao. En het zou eerst natuurlijk een hele andere tour worden. Maar nu wordt het een mediatour. En we gaan wel social distancing dingetjes doen. Ja. Events. Maar dat is natuurlijk nooit hetzelfde als wat het zou moeten zijn. Ja. Heel kort. Waar zien we jou over 5 jaar? Ja, hopelijk naast Rihanna, Lady Gaga, Beyoncé. Ja. We gaan het zien. Dankjewel voor je komst. Thanks.